Ik ben Laurens Ivens en ik wil graag jouw lijsttrekker zijn bij de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Terwijl u de gevolgen van de crisis waarschijnlijk nog voelt, dreigt onze stad ook nog het slachtoffer te worden van het grote geld. Huisjesmelkers, multinationals en andere uitbuiters hebben een oog laten vallen op onze stad. Het Rijk geeft deze egoïsten vrij spel. Maar als stad zullen wij dit nooit accepteren. Wij staan op tegen onrecht en strijden voor onze sociale, gemengde en kleurrijke stad. Als SP leveren we deze strijd al jaren. Eerst als activist, later als gemeenteraadslid en nu als wethouder strijd ik voor gelijke kansen, betaalbare woningen, betere zorg en een leefbare stad voor alle Amsterdammers. De rechtse regeringen van Mark Rutte maken het ons, de Amsterdammers, extra moeilijk om een betaalbaar huis te huren of te kopen. Als SP-wethouder heb ik met alle kracht gevochten voor het in ere herstellen van de sociale huur. En met succes. De wens van voorgaande stadsbesturen om sociale huurwoningen te verkopen is ten einde gekomen. En wij kiezen volmondig dan voor betaalbare woningen. Ook strijd ik hard tegen de vastgoedmaffia die onze stad als melkkoe gebruiken. Door meer en vooral betere opsporing en met megaboetes maak ik deze oplichters dagelijks het leven zuur. Helemaal trots ben ik op mijn collega SP-wethouder Arjan Vliegenthart, die het Haagse Binnenhof verliet om in zijn geboortestad mensen aan het werk te helpen en ervoor te zorgen dat mensen die echt niet aan de slag kunnen, toch een fatsoenlijk bestaan kunnen genieten. De successen die we als wethouders van de SP op het gebied van wonen en armoedebestrijding hebben weten te behalen, smaken naar meer. Met de SP kunnen Amsterdammers ervoor zorgen dat deze stad van de bewoners blijft. Sta op met mij tegen het egoïsme van de vrije markt. Sta op voor ons Amsterdam. Doe mee.